Richard Gerritsen, we staan hier op Provada 2016. Wat valt je op tijdens deze beurs? Nou, wat ik echt geweldig vind is dat de plaats die innovatie en ook technologie heeft op de Provada van dit jaar. Je hoort heel veel als slogan dat technologie en met name innovatie, dat gaat plaatsvinden, dat dat nu moet plaatsvinden. En ik heb zelfs mensen horen zeggen, het is nu een kwestie van innoveren of failleren. Jullie hadden tijdens deze beurs ook een seminar over technologie. Wat hebben jullie daar besproken? Ja, dat hebben we samen gedaan met onze klant Fris Vastgoedmanagement. Zij zijn een zogenaamde launching client geweest om onze nieuwe softwareplatform voor woningbeheer in gebruik te nemen. Wij hebben in de afgelopen periode veel geleerd over hoe werkprocessen met betrekking tot woningbeheer in Nederland plaatsvinden en met name ook hoe Fris dat wil gaan inzetten. Wij zijn er heel erg trots op dat Fris dat met ons wilde doen en we zijn er ook trots op dat wij nieuwe technologieën, maar ook nieuwe concepten voor de nabije toekomst, dat we die hebben kunnen presenteren aan een groter publiek. Je hebt de afgelopen tijd ook gastcolleges gegeven, onder andere aan de ASRE. Wat is jouw boodschap daar? De boodschap is om anders te gaan denken. Wij zijn op dit moment in ons persoonlijk leven met onze smartphone en met het gebruik van Google en Facebook. Vodafone die weet waar ik ben, want mijn telefoon die peilt waar ik ben. En omdat die data alom aanwezig is, hoeven real estate professionals zich niet meer te richten op het verzamelen en het controleren van data. Die zijn er. De vraag is nu, wat gaan we ermee doen en hoe gaan we daar winstgevende bedrijfsformules uit creëren? Er komt een compleet nieuwe generatie aan, de millennials. Die zie je nu op de arbeidsmarkt verschijnen. Zij zijn opgegroeid met technologie. Maakt dat de wereld anders? Ja, het maakt het enorm anders. Ik maak altijd een uitstapje en ik begin te vertellen over mijn dochter van 21. Mijn dochter van 21 gaat geen papieren formulieren invullen om een woning te huren. Dat doet ze online. Sterker nog, ik denk dat zij niet eens zal weten hoe dat op papier zou moeten. Dat zal ze zich oncomfortabel bij voelen. Dat moet online, dat moet elektronisch, dat moet via apps. Het moet makkelijk en intuïtief. Kijk naar jezelf. De apps die je gebruikt, daar heb je geen training voor nodig. Dat moet allemaal. Je downloadt het en je gaat het direct gebruiken. Dat is enorm belangrijk. En dat zal een belangrijk criterium worden in de haalbaarheid, maar ook het succes van bedrijfsconcepten, maar ook van de vastgoedsector in het algemeen. Het is innoveren of failleren. Dankjewel.